naast dat je natuurlijk al heel enthousiast bent dat je deze kant op mag naar Berlijn, is het financiële plaatje natuurlijk ook van essentieel belang. Daarbij willen wij jullie heel graag bedanken, want er zijn best heel veel mensen die hier ook zijn, die echt ook financieel mee hebben geholpen. Ja, echt top, want zonder jullie hulp konden wij nu niet in dat mooie busje en richting Amersfoort. Ja, het is natuurlijk heel spannend, want wanneer maak je dit nou mee, hè? Het is echt één keer in je leven dat je naar de World Games mag. Dus ja, tuurlijk zijn we gespannen, maar we hebben er ook heel veel zin in. Ja. Het wordt ook vast geweldig. En ze hebben allemaal een prachtige tas mee. Wat hebben ze allemaal mee voor bagage? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Dus ik zie dat die tassen overvol zitten. Ja, het klopt eigenlijk ook wel, maar het belangrijkste wat ze mee moeten nemen is een zwembroek of een zwempak. Ja. En hoe Rio is dan de verwachting dat jullie misschien wel eerste kunnen worden? Ja, dat vind ik heel moeilijk hoor. Ja, tuurlijk is de kans er. Hè? Want we doen daar natuurlijk eigenlijk wel voor mee. Maar we doen ook mee omdat we het hartstikke leuk vinden om mee te doen. Ja. Dus ik durf het echt niet te zeggen. Geen idee. En 26 juni komen we weer terug. Ja. En de verwachting is dat we hier ongeveer tegen tussen 8:30 en 8:30 weer terug zijn.